Welkom allemaal, dit is weer een reading voor de tweelingenziel, de mannelijke tweelingenziel. Het kan goed zijn dat je in deze energie zit, ondanks dat je een vrouw bent. Maar het kan natuurlijk ook een man zijn die in de mannelijke tweelingenziel energie staat. Ik wil jullie allereerst bedanken voor jullie steun op dit kanaal. Dankzij jullie kan ik groeien. Ik vind het heel fijn dat, jullie zo positief zijn, zo liefdevol, zo dankbaar voor de readingen die ik doe. Ook voor de persoonlijke readingen. Ik krijg ontzettend veel complimenten, liefdevolle berichten. Het geeft mij een gevoel van dat ik op de juiste weg ben. Dankjewel daarvoor. Ook ben ik blij dat ik dit voor jullie kan en mag blijven doen. Alle nieuwe kijkers, ik wil jullie van harte welkom heten. Kijk even of het resoneert. Het kan ook zijn dat misschien deze energie niet bij je past, maar dat je dus dan het filmpje van de vrouwelijke tweelingziel moet kijken dat dat beter bij je past. Ik wil jullie alvast bedanken om je te abonneren. Dit is gratis. Dan zit je energie in het kanaal. Dat helpt om het collectief te laten groeien. Ik wil jullie ook heel erg alvast bedanken voor het liken van dit filmpje en eventueel delen op sociale media. Dus jullie steun wordt ten volste gewaardeerd. We gaan gauw beginnen. Dit is het tweelingenzielendek van Fabio Pinaggio. We gaan eens kijken. Angels, archangels, spirit guides, ancestors. Wat is de energie van de mannelijke tweelingziel op dit moment? Eerste week van de maand mei 2021. Oké, drie kaarten, net als bij de vrouwelijke tweelingziel. Als eerste hebben we onbegrip. Onbegrip bij de mannelijke tweelingziel. Er staat onder: laat het onbegrip van je tweelingziel de richting die je uitgaat niet bepalen. Even voel door. Ik voel bij de mannelijke tweelingziel een zekere drang. Je voelt de drang van de vrouwelijke tweelingziel om in union te komen. Je voelt dat die vrouwelijke deel dat die controle uit wil oefenen. Dat ze vindt dat het allemaal niet snel genoeg gaat. Vindt dat je je best niet doet. Dat is eigen onzekerheid. Moet je niks aan aantrekken. Dat maakt jou ook onzeker. Dat is logisch, jullie spiegelen elkaar. Laat die laat een gevoel van onbegrip en onbegrepenheid los. Dit brengt je alleen maar in lage vibratie, waardoor je nog langzamer heelt. Hoe hoger je vibreert, hoe sneller de frequentie trillingen zijn, waardoor je sneller progressie maakt. Dus
Laat dat los. Doe wat je kan. Doe wat goed voelt. Ga helen. Pak je donkere schaduwzijde aan. Innerlijk kindwerk. Stap van het gevoel van onzekerheid af. Als je loslaat, voel je ook die spanning, die drang, dat geduw van de vrouwelijke tweelingziel om jou in een bepaalde richting te krijgen. Laat dat los, laat dat je niet langer bepalen, waardoor dat gevoel van onbegrip ook minder wordt. Ja, berust. Berust in het feit dat, dat het nu eenmaal is zoals het is en dat het gaat zoals het gaat. Kunnen berusten voelt als een ruggensteun wanneer je naar de diepte van de zielsconnectie afreist. Deze connectie is een natuurlijke connectie met een natuurlijke vorm, waarbij een ieder groeit, waarbij jullie elkaar kunnen ondersteunen, aanvullen. En daar waar nodig corrigeren door elkaar te spiegelen. En het is niet de bedoeling om aan te voelen als zware last of dat je onder druk wordt gezet omdat je nog niet zo ver misschien bent of dat je ja, binnen je eigen tijd de nodige heling doet binnen de tijd die voor jou past. Binnen jouw mogelijkheden. Je voelt dat de ander zo graag wilt. Wilt dat jullie samenkomen. Jij wil dat ook graag. Maar die drang die duwt jullie verder uit elkaar. Dus berust in het proces en laat het onbegrip los. Dan hebben we hier een mooie kaart, potentieel, allemaal sleutels en een mooie poort. Je bezit het potentieel om het universele tweelingenziel energie uit te dragen. Ja, of jij nu snel of weinig progressie maakt. Je bezit sowieso de kracht, de potentie om deze missie te gaan doen, te volbrengen. In het universum bestaat geen tijd, alleen het nu. Dus voel je niet opgejaagd, voel niet die druk, voel niet die drang van tijd. Want die bestaat niet, dat is een illusie. Als je iets op dit moment wilt bereiken, zal je dat ook op dit moment moeten doen. Dan zal je daar je intentie moeten leggen. En de enige intentie voor jou is om dat wat goed voelt voor jou op dit moment te helen, aan te pakken, te bekijken en daarmee aan de gang te gaan. Jij bent niet minder dan de ander. Jij maakt jouw progressie binnen jouw potentie, binnen jouw veld van vaardigheid. De ene leert sneller dan de ander. En het is ook maar net
waar je op je pad staat in dit proces. Dus we rusten in het feit dat jij net zoveel potentie hebt als je wederhelft. En laat je niet opdringen, laat je niet opjagen door je andere helft. Want dat brengt alleen maar onbegrip. En daar ben je niet mee gebaat. Ja, kan je het beste concentreren op het proces en op jezelf in eerste instantie om jezelf te helen. En van daaruit kan je verder gaan. En je doet al veel samen. Je hebt al zoveel samen dat je doet op 5D niveau. En als het hier in de 3D er niet van komt, dan is dat ook oké. Er gebeurt veel meer. In dit proces dan alleen maar in union komen op de 3D. 5D gebeurt ook heel veel. Dus als het zo is dat je alleen maar in de 5D samen bent, dan is dat ook oké. Dat heeft ook potentie. Dat maakt het proces niet minder belangrijk. Dus doe wat je kan, in eerste instantie met jezelf. En berust daarin. En ieder heeft daar zo zijn of haar snelheid in, groei in. Ook al zou jouw wederhelft graag zien dat het eventueel sneller kan of anders kan. Ik krijg door dat ik hier een kaartje uit moet trekken op de onbegrip die er is. Dan gaan we dat doen. Dat is misschien ter verduidelijking voor de mensen die in de mannelijke tweelingziel energie zit. Ja, controle, macht, machtspelletjes. Berust. Je weet nu wel hoe die ander erin staat. Zit hij hierin, het antwoord, op onbegrip? Zit hij hierin? Oké. Mag ik een verklaarde kaart op onbegrip? De mannelijke energie. Is dit hem? Oké. Oeh, die vloog weg. Is dit hem? Nog meer? Oké. Ik krijg hier de stierkaart. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Dus kom op voor jezelf.
Wat je zegt, zelf niet wegduwen door de oppositie. Dus laat je niet uit het veld slaan door de andere kant, door je wederhelft. En toon jouw kracht en fortitude. Ik hoop dat het nog een beetje te zien is met al die zon. Op de een of andere manier moest ik voor jullie deze kaart er extra bij trekken. Moet ik nog meer verklaren, Spirit? Ja? Nee, oké. Ik mag het hierbij laten. Heel veel sterkte met dit proces. Bedankt voor het kijken. Heel veel liefde en licht. Namaste.